Wat een kansen, Pablo, vanavond. Jongen, jongen. Ja, eigenlijk als wij hem niet maken, zie je dat zij hem als eerst maken. En dan kom je helaas op 2-0 achter. Maar ja, hoe wij gewoon hebben gespeeld vandaag en wat we hebben laten zien, ja, kunnen we trots op zijn. Maar de teleurstelling overheerst zeker. Heel. Ja, want wat is dan het verschil tussen een avondje Champions League en een avondje Eredivisie, waarin je waarschijnlijk die kans wel had gemaakt, denk ik dan? Ja, dat weet ik niet, maar vandaag hebben wij de kansen niet optimaal benut en ja, zij wel. En dat is in deze fase het verschil en daar kunnen we van leren, daar moeten we van leren. Maar als je ziet hoe wij zijn begonnen als team en waar we nu, zeg maar, wat, welk niveau wij nu hebben gehaald, ja, is, dan zie je dat we gewoon met de groei bezig zijn en dat moeten we gewoon vasthouden naar zondag toe. Als je dan Barcelona ziet, met het gemak en de rust dat ze voetballen, leer je daar wat van? Zie je daar wat van? Dat je denkt van, hé, dat is even handig voor ons? Ja, tuurlijk. Maar als je ziet, tuurlijk, dat weet je van tevoren. En, maar wat ik zeg, vandaag hebben we gewoon heel veel grote fases gehad dat wij gewoon beter waren. En dat we daardoor ook, ja, kansen creëerden. En helaas ging ze vandaag niet allemaal erin. Laatste vraag. Het shirt van Messi. Vorige keer was er een hoop om te doen. Wie heeft hem? Wie heeft hem deze keer bij jullie bemachtigd? Linksback. José had hem volgens mij dit keer bemachtigd. Nog onderling van tevoren een wedstrijd die je hem zou krijgen? Nee, ik hoef geen shirtjes. Ik hou mijn shirtjes voor familie en vrienden. Dus om mij heen zullen ze vast misschien wel hebben gevochten ervoor, maar ik niet.